Bewolking trekt vandaag over het land en met name in de noordelijke helft valt nu en dan wat lichte regen of motregen. In het zuiden van het land is het wat vaker droog, maar ook daar valt af en toe een spat. De temperaturen wel hoog voor de tijd van het jaar, en in tegenstelling tot de afgelopen dagen nu juist ruim boven nul. Met temperaturen in de ochtend van 5 tot 7 graden. En daar komt vanmiddag nog wel bij, want dan op de warmste plaatsen kan het lokaal zelfs een graad of 9 worden. De regen trekt wel langzaam weg, mogelijk dat in de kustgebieden de zon even doorbreekt en verder waait het matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Vanavond raakt het dan weer bewolkt en gaat het van het westen uit op steeds meer plaatsen opnieuw harder regenen. De temperatuur die blijft ruim boven nul en dat is ook morgen het geval. Dan temperaturen 6 of 7 graden. En dan vooral in de ochtendperiode met regen. In de middag is het af en toe droog. Maar er toch blijven er een aantal buien vallen. De wind die neemt flink in kracht toe. En kan later op de dag aan zee zelf stormachtig worden. Na het weekend dan wordt het geleidelijk wat kouder. De kans op nachtvorst neemt toe. En bij buien die dan vallen kan ook af en toe wat winterse neerslag zitten. Het verschil met de afgelopen dagen: we zien af en toe de zon weer. Mijn naam is Wilfred Jansen voor weerplaza.nl